In december is het weer zover. Dan viert Brunsum kerst samen. 3 dagen lang, van 14 tot en met 16 december, op en rondom het Lindenplein. Er is wederom een grote schaatsbaan, muziek, lekkere hapjes en drankjes en een carrousel. Ook wordt de Santa Run weer gelopen. Maar kerstvieren samen is dit jaar wel heel bijzonder. Aan het kerstevenement wordt het Feest der Verwondering in het Vijverpark toegevoegd. Een toevoeging zodat we dat hele park wat we hier in Brunsum hebben gewoon helemaal gaan onderdompelen in kerstsfeer en met lichtjes en vuurspektakel wat iedereen mag komen bekijken op 14, 15 en 16 december. Vuurkunstenaars uit Nederland en België zetten vuurkunstwerken op het water en verzorgen optredens. Lokale scoutingverenigingen richten een veld in met kampvuren en bieden hapjes en warme dranken aan. En ook de Rotary Brunsum onderbanken speelt een belangrijke rol. De bedoeling is dat zij herinneringszakjes gaan uitdelen met een kaarsje erin. Daar kun je de naam opschrijven van een dierbaar iemand die je graag deze kerstmis nog hier erbij zou willen hebben. Dat wordt dus opgehangen in dat kunstwerk en dat kunstwerk krijgt een vorm van een hart. En het hart van Brunsum moet op die manier gaan groeien. Het Vijverpark wordt extra aangekleed door lichtobjecten van leerlingen uit groepen 8 van de basisscholen in Brunsum. Zij gaan samen met kunstenares José Fijnhout aan de slag. Kinderen mogen hun eigen vormen maken. Dat is natuurlijk ook het leukste, dat ze met de groep iets gaan bedenken. We gaan eerst ook een ontwerp maken met de lerares. En dan ga ik naar school en dan leg ik de techniek uit en dan gaan ze het verwezenlijken. De lichtobjecten worden gemaakt van wilgetenen, creptape, papier en rubber latex. Ze worden uiteindelijk het hele weekend geëxposeerd in het Vijverpark. Ja, die lichtobjecten, als die in het Vijverpark staan, het wordt vroeg donker. Dat zal heel sprookjesachtig uit gaan zien. Het mooie van het hele feest is dat we dit gaan creëren allemaal samen. En dat geheel, dat wordt gewoon een prachtig evenement waar iedereen zich kan komen vergapen. De lichtjes in het Vijverpark worden op 14, 15 en 16 december ontstoken om 6 uur 's avonds. Het lichtspektakel is dan steeds tot 10 uur te zien en gratis te bezoeken. Kijk op facebook.com/kerstvierjesamen voor meer informatie.